Brian Heijnen, we verwachten een moeilijke wedstrijd, maar dit hadden jullie niet verwacht, denk ik. Ja, nee, het was geen gemakkelijke wedstrijd. En, het tempo lag van onze kant gewoon veel te laag om ruimtes te vinden. En, goed, Mechelen probeerde tegen te prikken en dat deden ze goed, waardoor we drie keer gepakt worden. Mogen we zeggen dat jullie een beetje vertrouwen misten, dat jullie elkaar moeilijk vonden? Ja, maar ook mede door dat tempo gewoon niet hoog genoeg lag. Als we sneller speelden, dan konden we makkelijk ruimtes creëren voor elkaar. En dat gebeurde niet. Waardoor dat we gewoon niet echt vooruit konden voetballen. En goed, zoals ik zei, Mechelen probeerde tegen te prikken als we balverlies hadden, waar we vandaag gewoon te veel hadden. Blok stond bij Mechelen ook wel zeer goed, hè? Ja, klopt. En zoals ik net zei, het tempo lag gewoon te laag. Als we sneller konden spelen, dan konden we misschien een keer een vrije man vinden tussen de linies en een keer vooruit voetballen. Maar dat is vandaag niet goed gelukt. Vertel eens wat er gebeurde bij die geclaimde strafschop door Mechelen met jou. Eerst wel een beetje dan balverlies, maar goed, we komen terug en Koeken pakt eerst een goede bal en in de rebound trappen ze en ik kom ervoor, mijn arm waren tegen mijn lichaam, dus ik denk dat er niks aan de hand was. De tweede helft begonnen jullie nog goed, maar dan demisterden het weer weg, hè? Ja, misschien missen we wat vertrouwen omdat we niet de vrije man vonden en het lukte niet. En misschien waren we niet geduldig genoeg en we hadden ook gewoon te veel balverlies en het was iets slordig. Goed, we zijn twee wedstrijden ver. Er is helemaal nog niks gebeurd. Er is geen kalf verdronken, zullen we maar zeggen. Nee, inderdaad. En, we hadden misschien niet verwacht om onze tweede wedstrijd al te verliezen, maar het is nooit makkelijk op Mechelen. En, nu moeten we gewoon reageren zaterdag.